Welkom bij een hele speciale action video. Ik ben Marloes, voor wie mij nog niet kent. En ik heb een eigen budgetblog, maar bovenal ben ik gewoon heel erg action fan. En daarom vind ik het extra leuk dat ik vandaag deze video mag doen. Nou, de echte action fan hoef ik natuurlijk al lang niet meer te vertellen. Maar Action heeft sinds kort een app. Bij mij staat die natuurlijk al op mijn telefoon sinds het eerste uur. Maar ik ben heel benieuwd of jij hem al hebt. Laat het even hieronder weten. Nou, het heeft even geduurd. Maar eindelijk is hij er dan, de Action app. Heel erg handig als je even lekker onderweg bent en wilt scrollen wat er nieuw in de winkel ligt. Bijvoorbeeld bij Action. Of als je inspiratie nodig hebt voor je interieur of voor je vakantie. Of allerlei andere gezellige dingen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de website niet meer bezocht heb sinds dat ik die app heb. Want die vind ik echt 10 maal fijner werken. Een hele handige feature van de app is in ieder geval dat je een product kan scannen. Dat is handig in de winkel. Bijvoorbeeld als je een artikel ziet wat in een doos ligt. Bijvoorbeeld de palletbank. Die is mega hot momenteel. Wil je hem zien hoe die in elkaar gezet moet worden of hoe die er in elkaar gezet uitziet. Dan kun je bijvoorbeeld scannen in de winkel. Maar ook als je een Action product bij vrienden, familie ziet. En je wilt weten wat het kost. Dan scan je dus gewoon dat product. En dan kan je meer informatie vinden in die app. Mega handig en ik heb het al vaak gebruikt. Nou, wat ook mega praktisch is aan die app en wat ik persoonlijk graag gebruik is dat als je scant, dan kan je een artikel gelijk opslaan in je verlanglijstje. Dan klik je gewoon op het hartje en toevoegen aan mijn lijstje. Staat die in je eigen verlanglijstje en daarmee kan je weer zo handig naar de winkel. Dat verlanglijstje is trouwens één van mijn favorieten, want natuurlijk op de website kan je ook alle artikelen in een verlanglijstje zetten, maar dan moet je hem naar jezelf mailen of uitprinten bijvoorbeeld, maar in die app heb je dus al je favorieten gelijk bij je. En dus 6000 producten in je broekzak. Ik raad je in ieder geval aan om de app eens te proberen. Ik weet zeker dat je gelijk om bent als je het eenmaal hebt geprobeerd, want het werkt veel fijner dan de website. Goed om te weten nog, hij is zowel voor Apple als voor Android gewoon te downloaden in de Google Play Store of in je App Store. Het is gewoon leuk om die app af en toe te openen en te kijken wat er in de schappen ligt. Of wat er in de week actie is. Of misschien word je wel geïnspireerd voor een cadeau-idee of iets leuks voor in je interieur. Die app is gewoon super verslavend, laat ik het zo zeggen. Download hem, probeer het zelf. En ik hoor heel graag wat je ervan vindt. Laat het weten hieronder in de comments. En volgende keer weer gewoon een andere Action YouTube video. En dan zie ik je dan. Doeg! Doei!